Ik ben Tineke Albert. Mijn naam is Mirelle Draaier. Mijn naam is Linda Terpeu. Ik ben ook een van de bestuursleden van Univaag. Een heel erg leuk idee. Ja. En hoe wij met elkaar praten is altijd, oh, leuk idee. Dat pakken we bij en dat pakken we bij. En het liefst is onmogelijk voor ons. En we zijn allemaal, komen we van een andere hoek. Dus de ene zegt, ik heb mijn schoolkinderen, die wil ik heel graag bij betrekken. Ja, want dan is het in balans. Want wij kunnen niet zelf alles uitvoeren. We hebben ook allemaal een baan. Dus wat kan je nou beter hebben dan heel veel vrijwilligers? We zijn iets begonnen met elkaar om gewoon iets moois neer te zetten voor de Zaanstreek. Om te laten zien wie we zijn en wat wij doen. We begonnen met te praten over hoe leuk het zou zijn om een festival te organiseren. Nou, het festival, dat idee, dat kwam. Het eerste jaar kwam het. Het was een geweldig festival. Enorm succesvol. Ik ben daarbij gekomen. Ik heb ook meegedaan met het denken van Boulevard. Omdat ik vind dat mijn leerlingen, onze jeugd, kennis moet maken met ondernemers en verenigingen en stichtingen in. De scholieren samenwerkten met de gemeente en met ondernemers om vakpraktijk te krijgen. En ik dacht, wat een geweldige mogelijkheid is dat. Kunnen we dat niet uitbouwen, waardoor heel veel van de ondernemers in Krommenie plezier kunnen beleven aan het feit dat de jonge lui zo enthousiast zijn om ervaring op te doen. Wellicht weet u dat de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Zaanstad loopt. Dus wellicht dat u nog kunt solliciteren. Ik zag al een aantal raadsleden hier ook rondlopen. Dus vandaag is volgens mij de dag om eens even te kijken wat u hierna zou willen. Maar een ontzettende eer. Ik kijk ook even naar Lin, de voorzitter van Boulevard. Ja, die moet denk ik ook even naar voren komen. Dat ik dit mag openen. Het is voor de derde keer op rij. Ik heb begrepen dat de voorgaande edities iets minder weer hadden. Nou, je hebt echt grandioos weer deze keer geregeld. Er zijn straks ook activiteiten hier in de vaart. Dus ik zou zeggen, spring straks ook het water in. Maar ik denk dat wat je hebt laten zien in 3 jaar tijd, samen met ondernemend Krommenie, maar niet alleen ondernemend Krommenie, dus ondernemers, maar ook met maatschappelijke organisaties, met sportverenigingen, maar ook met ondernemers uit Krommenie, wat je hier hebt neergezet, ik heb net over het terrein gelopen, is volgens mij echt een prestatie. En ik zou eigenlijk van u willen vragen om een applaus aan Lin te geven, maar daarmee niet alleen een applaus aan de voorzitter, maar ik heb ook ontzettend veel vrijwilligers gezien. En dit regelen nou niet in 1 dag. Ik ben daardoor ook aangesloten bij de Chameleon waar ik voor schrijf. En ook weer maak ik die connectie met mijn leerlingen. De buurvrouw die iets heeft op zolder en een pedicure bijvoorbeeld, dat je dat kan halen, galk in Krommenie, en dat je dan niet de deur echt uit hoeft om verder te gaan. Ik heb mijn eigen onderneming hier, maar Stichting Troosthuis, dat heeft ook mijn passie en mijn hart. Daar zijn wij druk met vrijwilligers bezig om te komen tot een mooi initiatief. Wat ik ook zo leuk vind is, toen we begonnen waren, zeiden veel mensen, dat stukje van Krommenie, niemand kent dat stukje van Krommenie. Het is echt zo ver, je moet het echt in het centrum doen. En wat er nu is mensen kennen dat prachtige gebouw van Vlaar, en dat maakt van alles nog wat mogelijk in de toekomst met dat gebouw. Mm-hmm. Duurzame producten gebruiken of lokale producten, dat vinden we heel erg belangrijk.
En ook, hoe ga je met de techniek om, de stroom. De mensen van de zonnepanelen zijn aanwezig. En, het Bertrand Russell College had ook iets met satellieten. Die lieten ook iets zien. Verhuizen. En ze verhuizen niet alleen van Amsterdam naar de Zaanstreek of naar Krommenie of Assendelft, maar ze verhuizen ook omdat het moet vanuit Syrië, vanuit allerlei landen waar het niet veilig is. En ze passen er helemaal bij, dat heeft ook weer de afgelopen boulevard bewezen. We staan er voor open. Ja, ja, mensen zijn hier. Iedereen is hier welkom. Ik kwam uit Amsterdam en ik voelde me meteen heel welkom in Krommenie. Maar door dit te organiseren, denk ik dat heel veel mensen elkaar hebben gevonden in Krommenie. Ja, klopt. En als we hebben allemaal oog voor iets wat we belangrijk zijn, vinden. Dus de zorg, daar heb je, daar zeg jij. En je kent veel mensen, je hebt een groot netwerk. En jullie binnen de ondernemers ook. Ja. Dus iedereen kent wel iemand. En we gebruiken eigenlijk allemaal ons netwerk helemaal. Ja. Dus ik was al blij met het idee van laten andere mensen zien hoe mooi Krommenie is. Maar wat ik ook erg leuk vind is laat Krommenie weten hoe mooi Krommenie is. En laat ons ervaren hoe geweldig het is om elkaar beter te leren kennen. Dus van de, op een gegeven moment is er onderzoek geweest over eenzaamheid in Nederland. En er waren best wel eenzaam mensen in Krommenie. Goed, laat Boulevard daar iets voor betekenen, voor die mensen. Eigenlijk voordat we deze boulevard, met Hip and Happening History, dat is natuurlijk het thema van dit jaar geweest, zijn we alweer aan het nadenken over volgend jaar. Dus het festival is gewoon fantastisch. Je ziet blije mensen en dan meteen beginnen alle rare ideeën. Ja. Dus we hebben wel vaak op het terrein ook gezegd, weet je wat we volgend jaar doen? Maar dat komt omdat we iets uitproberen en als dat succesvol is, dan gaan we dat uitbouwen en misschien weer mensen erbij vragen. Maar de datum hebben we al voor volgend jaar. Ja, toch? De datum hebben we al. Ja. Ja. Ik moet zeggen, een van de, als ik terugdenk aan de dag zelf, waar ik het meest van geniet, zijn alle dansende kinderen. Ja, dat is heel leuk. Dat is zo mooi. En de kinderen die in de vaart zwemmen. En alle kindertjes die over de vaart, over Noordervaartdijk, liepen in hun zwemkleren. Alsof het een strand was. Alsof ze op vakantie waren. Ja, dat is echt heel leuk. Ja.
Weggezakt in het natte veen.